Zeker geschrokken, ja. Ik zag hem helemaal met spoot eruit, bloed. Dus ja, ik schrok me dood, ja. Enig idee wat de aanleiding was? Ja, volgens mij een ruzie buiten. Ja. Je weet niet waarover. Nee, dat weet ik niet. Weet je inmiddels hoe het is met de slachtoffer? Ja, hij is met volgens mij met traumahelikopter weggegaan. Dus ik weet niet, ze zei dat het niet goed ging. Dus ja. Ken je die jongen? Nee, ik ken hem niet. Ja, wel een aardige jongen was het. Dus ja, ze deed soms wel iemand kwaad, maar deed altijd wel gewoon normaal. Ja, ik ben heel erg geschrokken. Ken je de slachtoffer? Ja, ik ken ze alle twee. Eentje heb ik ze af en toe gezien. Zie ik af en toe buiten. En Wesley die zie ik af en toe ja, op schoolplein en iedereen kent hem wel. Weet je? Als je Wesley zegt, ja, dan iedereen mag hem wel. Ja, we weten ook niet waarom die neergestoken is. En hoe en wanneer. Ja, oh, ja, tijdens de grote pauze. Maar ja, het is wel heel erg ja, verrot dat het zo gebeurt. Dat onze school zo'n slechte naam krijgt. En ja, we hopen dat hij het overleeft. En heel veel jongens hebben het ook gezien. En weet je, om dat mee te maken is ook niet leuk. En ja, we weten het. Wat zijn het voor jongens? Ja, eentje is best wel stil. Die zit altijd op het schoolplein en die zegt niet zoveel. En Wesley, ja, dat is gewoon een aardige jongen. En ja, daar kan je gewoon mee lachen en iedereen mag hem wel. En ja, we vinden het wel jammer dat dit allemaal gebeurt. Wat is er nou met de dader gebeurd? De dader die heeft zijn fiets gepakt en is weggegaan. En we weten niet waar die is. Richting Oslo? Richting naar huis of naar ergens anders, naar iemand waar die niet gepakt kan worden.